gezegd van ja, fietsen moeten we propageren. Er worden rapporten vol over geschreven, maar als puntje bij paaltje komt... gebeurt er volgens Rob veel te weinig. Hij vindt dat de gemeentes en de provincie beter hun best moeten doen om de beloofde doolfietsroute van Heerengewaard naar de Eimond te realiseren. Ja, zo begint elke dag mijn werkdag naar Tata Steel. Op de fiets, lekker in de buitenlucht, even mijn frisse neus halen. Helaas nog steeds het verlangstieken naar mijn straatweg, want de doolfietsroute is nog steeds niet klaar. Rob fietst vanaf Heilo een uur naar zijn werk en wint met zo'n doolfietsroute ongeveer 5 à 10 minuten. Maar veel belangrijker is nog, de doolfietsroute zou veel veiliger moeten zijn. Want als ik door kan fietsen en ik heb overal voorrang, dan fiets ik veel veiliger. Nou, dat is niet alleen voor mij fijn. Dat is voor de automobilisten fijn en dat is vooral voor schoolgaande jeugd fijn. Want je weet zelf hoe schoolgaande jeugd fietsen. Die zijn lekker aan het kletsen. En hij is niet de enige die er zo over denkt. Ik rij liever om als dat ik door Heilo ga. We wonen net op de grens Heilo. Maar het is allemaal waardeloos hier. Juist omdat er hier nogal erg veel verkeer langs gaat. En dat is zowel met auto's als met fietsers, recreanten allemaal. Dan denk ik wel eens bij mijn eigen, ja jongens, het gaat tot nu toe nog steeds goed. Maar ja, hoe lang duurt dat nog? Voor de kleinkinderen moeten naar school ook altijd die weg over. Nou, ik vind dat levensgevaarlijk. Ja, dan moet je toch weer stoppen. Ja, zonde. Zo'n mooie doorfietsroute. En dan dit stuk, dat laten ze maar weer zo. Ja, want hoeveel hinder is dit? Ja, dit is gewoon heel vervelend. Het is een drukke weg. En zeker als het spoor net open is, dan komen er allemaal auto's aan. Dan sta je gewoon 2-3 minuten. Plus het uitzicht door die tunnelbak is ook waardeloos. Het is gewoon ruk eigenlijk. En dat is jammer, omdat er volgens Rob juist nog zoveel te winnen valt. Ook bij zijn collega's. Ik denk dat als je het echt goed zou doen, dat vanaf deze kant, de mensen die uit Alkmaar komen, dat je toch 10-15% meer mensen op de fiets zou kunnen krijgen als nu. En dan in de zomer zal het nog beter gaan, hè, want het is mooi weer, dan wil iedereen wel fietsen. In de winter wordt het altijd wat minder. Maar over het gemiddelde genomen, 20% meer fietsers, dat zou moeten kunnen. Hoe doe jij het in de winter dan? Ik fiets gewoon door. Ja, doorstampen totdat het glad wordt. Dan niet meer.